Muziekcafé Razoo sluit per direct de deuren aan de Kapelstraat in Uden. Eigenaar Frank Boeien heeft het café woensdag leeggehaald. Volgens hem begon de zaak net lekker te lopen. Maar er moest een nieuw huurcontract getekend worden. En daarin werd een hogere huur opgelegd die dan meteen voor 5 jaar vast zou staan. Dat zag de eigenaar niet zitten. Hij besloot de deuren te sluiten, maar is wel op zoek naar een andere locatie in Uden. En hoopt snel de nieuwe Razoo te kunnen openen. Overigens wil hij dan wel op dezelfde voet verder gaan. Dus een café met veel live muziek in het weekend.